Deze nieuwsuitzending is een rectificatie over een eerdere uitzending die ik heb gemaakt over Sir Isaac Newton. En daar heb ik een beetje lopen zeuren over Isaac Newton. Ik neem daar geen jota van terug, want dat heb ik gewoon gezegd. En ik vind het... Ja, dan moet je de uitzending maar even terugluisteren als je dat allemaal nog wil horen. Ik zal er even bij pakken waar het om gaat. Kijk hoe kan ik die vinden. Hij moet bij... Moet hij bij filosofie zitten? Pauze. Even kijken hoor. Oh nee, ik heb hem niet bij filosofie neergezet. Moet ik hem eventjes... Oh jawel, jawel, hij staat hier. Deze is het. Gelijk weer een viewtje erbij. Dat ik naar mezelf zit te kijken, maar goed hè. Maar om deze uitzending gaat het. Hij duurt 33 minuten. En ik gebruik hier niet alleen hoor. Ik pak ook later Wikipedia erbij. En ik heb ook nog zelf mijn eigen gedachten over hoe het verschil is tussen een model van de werkelijkheid en de werkelijkheid. Dat, die kan je luisteren als je het interessant vindt. Doe dat eigenlijk gewoon. Dan kan je ook zelf je mening gaan vormen over Isaac Newton. Of Isaac. Mijn Leuvens vriend, Jurk Griesman. Dit is zijn kanaal, Jukler66. Die heeft op mijn video gereageerd in het Engels. En hij zegt, when making a video on Sir Isaac Newton, you should include these facts. En dat doe ik dus bij deze. Nummer 1. Ik zal het gelijk weer in het Nederlands vertalen. Zijn boek met de titel Observaties over de profetieën van Daniel. Dat is de profeet Daniel die naar Babylon was gegaan of was meegegaan. En in de leeuwenkuil was beland. En het liep allemaal aardig af volgens mij. Maar het gaat dan om de profetieën van Daniel en de apocalyps van Johannes. En Johannes dat was degene die op Patmos was beland. En daar heeft hij het laatste boek van de Bijbel geschreven. Niet dat hij daarmee bezig was, maar wat hij geschreven heeft, werd het laatste boek. En daar heeft Sir Isaac Newton... het is over gehad. Oké, dat wist ik niet. Een tweede punt van Jurk Griesman is dat hij liet zien dat er een jezuïtische leugen is over het futurisme. Ja, zo moet ik het zeggen. Dat is heel technisch allemaal, want je hebt preterisme en je hebt futurisme. En ik, net als Jurk, wij zijn historicisten. Eventjes weten wie de antichrist is. En volgens Jurk Liesman, en ik heb dat gecontroleerd. Ik heb natuurlijk dat werk erbij gepakt en gevonden. Dat klopt. Hij staat dus, ondanks het feit dat hij... Dat hij een veroorzaker was van een ongelofelijke hoop bullcrap. Dat hij daar misschien helemaal niks aan kon doen. Het was gewoon een tijdsgeest van dat moment. Dus, ik moet toch ietsje gas terugnemen in mijn kritiek op Sir Isaac Newton. En hij zag dat dat pausdom hetzelfde was als wat de Bijbel de antichrist noemt. En 3. Het is opgetekend dat hij zei, ik heb een zwaar geloof in de Bijbel, zijnde het woord van God geschreven door die geïnspireerd waren. Ik lees de Bijbel dagelijks.
En dan gaat hij door met te zeggen, Webster Tarpley is a shill and works for the Antichrist system. Een shill, ik weet precies wat het betekent. En jullie misschien niet. Dus ik pak hem er even Google Translate. Het is toch een rectificatie, dus jullie hebben wel eventjes begrip. Hè? Nee, in het Nederlands is het ook shill. Als dat nou weer... Shill. Ja, een medewerker. Een hawker, weet ik ook niet. Een swindler. Ja, dat is allemaal niet zo best, hè? Hij komt over als een enthousiaste klant. Om anderen aan te moedigen. Een clown misschien wel. The carnival shill plays on the behavior of prospective customers in this way. Gekke Engelse zin, maakt niet uit. Maar een shill, dat is een namaak, Joko. Iemand die zich voordoet als iets anders, hij doet alleen maar een beetje leuk mee. Dat is een shill. En Webster Tarpley, dat is dus een shill volgens Jurk Liesman. En dat ben ik met Jurk Liesman eens. Ik heb dat vermoeden heel erg. Je weet nooit alles zeker. Maar bij Webster Tarpley denk ik echt, jongen, jij loopt een beetje leuk te doen terwijl de gordijnen in de fik staan. Zo dadelijk is het hele gebouw afgebrand. En dan? Dan denken we nog terug aan het feit dat jij zo leuk zat te kletsen. Oh, oké, is dat het? En hij zegt dan, dat is de laatste zin. In het begin van mijn, dat gaat dan over Jurk Liesman, een nieuwe wereldorde studies, had ik de gewoonte om video's van hem regelmatig te zien. Daar keek ik regelmatig naar. Maar net zoals mensen, zoals Alex Jones, leidt zijn informatie alleen maar tot verwarring. Ja, ik ga die video van mij niet van het kanaal afhalen. Dus daar wil ik nergens op slaan. Ik heb het nu gerectificeerd. Ik heb ook de PDF waar we het over hebben erbij gepakt. Die heb ik weten te downloaden. En dit is hem dus. Beschouwingen over de profetieën van Daniel en de apocalyps van Johannes. Sint Johannes. Kijken we even naar de inhoudsopgave. En hier staat het toch echt allemaal. Prophetic language, daar besteedt hij een ding aan. Want de taal der profetieën, de dagen, telt anders. Dat moet je even weten hoe dat werkt. Want het gaat over een profetie. Het gaat over era's. Dus een dag is een onderdeel van een week. En een dag is al een era. Zoveel dagen. Dan heb je dus hier dat ding met 70 weeks. En hoofdstuk 11 gaat dus over de tijd dat Christus geboren werd. En de passion. En de passion is volgens mij de kruisiging. Zo'n passie zou je zeggen op zijn Nederlands. Daar gaan we nog een hele hoop. Dan gaat hij hierdoor over de apocalyps van Johannes. Ik zou het eigenlijk al moeten lezen. Maar aan de andere kant, Jurk Liesman onderschrijft dit. En ik weet precies wat Jurk Liesman en Tom Fraes en Walt Stickel en nog een hele hoop andere mensen. Die hebben mij allemaal geleerd hoe die connectie is tussen het boek Daniel uit het Oude Testament en het boek Openbaring, het laatste boek van het Nieuwe Testament. Ik geloof Jurk Liesman nu helemaal. En ik wist dit niet. Ja, zoiets heet een fout. En fouten, die moet je opbiechten. Ik blijf erbij. Dat zijn zwaartekrachtsgebeuren. Ja, het was niet fout of zo. Het vervelende was dat
geleid heeft tot een toegang voor die katholieke kerk, voor de antichrist dus. De antichrist heeft zijn zwaartekrachtsdinges gebeuren gebruikt om mensen te overtuigen van een materiële wereld waarin ze geen andere keuze hadden dan om iedere zondagochtend te vluchten naar de kerk om zich de les te lezen te krijgen, want voor de rest had je alleen maar de zwaartekrachttheorie en was alles gedetermineerd. Dat is er gebeurd in de geest van de mensen. En ik begrijp nu dat Sir Isaac Newton zijn bedoeling niet was. Dus nou, bij deze, het is een mooie korte uitzending gebleverd. En op zijn hamburgers hoop ik ook naar heer Jörg Liesman dat ik het voldoende verexcuseerd heb en dingen heb ingetrokken. En op zijn hamburgers zeg ik dus tjus en dag lieverds.